Goedemorgen, welkom bij de tweede dag van de iThings Innovatie Kick-off, waar we vandaag gaan kijken naar digitalisering. Deze week hebben we een reeks van bijeenkomsten. Iedere ochtend om 8 uur trappen we af met een inspirerend verhaal van een keynote van een specialist. En daarna volgen er 4 pitches. En dat gaat vandaag over digitalisering. Dat doen we voor u, maar dat doen we ook met u. Dus als jullie mee willen praten, dan kan dat. Streamen via YouTube. En als je daarop wil reageren, als je vragen hebt, als je commentaar hebt, dan kan dat in de chat van YouTube. En als je je beeldscherm van het bewegende beeld niet volledig scherm zet, kun je in de rechterkolom, vind je de chat. Daar wordt nu ook gezegd, goedemorgen allemaal en wie is er allemaal. Daar kun je op reageren, dus laat me horen dat je er bent. Dat werkt, zie ik, heel goed. En straks, als je vragen hebt tijdens het programma, dan zijn we heel benieuwd naar je vragen. Dus kom daar gerust mee door. Wat we vandaag gaan doen, kunnen we op de PowerPoint laten zien. Als we die even voorzetten. We hebben het welkomst van iThings, dat maken jullie nu live mee. En daarna gaan we naar een keynote van Richard Oosterhof. Die is bij DSM verantwoordelijk voor Operations en Responsible Care. En die gaat de visie op automatisering en digitalisering bij DSM met ons delen. En na pak een beetje een kwartier stappen we door naar de pitches. Dat zal mijn collega Kira met jullie doornemen. En zij zal het begeleiden. En dat zijn pitches van Yokogawa, Belt Batenburg, Reliability Solutions en van PSPL. En het mooie daarvan is dat het een heel breed scala van digitaliseringsoplossingen is, van een hoop kennis. Die gaat van het slim inzetten van je infrastructuur tot het verhogen van je OEE en alles wat daartussen zit. En dat is het gave van digitalisering. Het is een heel mooi vakgebied wat je kan helpen om je onderhoud slimmer te doen, je werk effectiever te doen, de juiste dingen op het goede moment te doen. En misschien is het goed om te kijken hoe DSM daarmee omgaat. Wat de visie is van DSM op het gebied van digitalisering. Daarvoor geven we maar weer het grote beeld. Dankjewel. Ik wil graag overstappen naar Richard Oosterhof. Senior Vice President Operations en Responsible Care bij DSM. Richard, ben jij al live? Ja, je bent live. Goedemorgen. En dan moeten we nog even geluid erbij hebben, volgens mij. En we zijn nog even één draadloze kabel aan het aansluiten om het geluid naar binnen te fietsen. En volgens mij, als er straks het zweet op de rug van een van de collega's is opgedroogd, hebben we beeld en geluid. En kunnen we luisteren naar de visie op digitalisering bij DSM. En terwijl we dat doen, wil ik jullie vertellen dat er in januari nog veel meer staat te gebeuren. We hebben deze hele week evenementen op het gebied van de innovatie kick-off. Je kunt op de site iThings.eu zien wat er voor de rest van de week nog staat. Sommigen van jullie hebben daar ook voor ingeschreven. En als je meer wil meemaken, dan kan dat alsnog. Je kunt je daarvoor aanmelden. En dan zul je ook zien dat bijvoorbeeld 21 januari er weer een pitch van bijt is. 21 januari is er ook een bijeenkomst over robots en arbeidsveiligheid. We hebben 29 januari een pubquiz samen met de NVDO. En nou, kijk maar op die website, er is zat te beleven. Als het goed is, hebben we nu beeld en geluid. En ik wacht op knikkende hoofden aan de overkant van de studio. Richard, kun jij even lawaai maken? Ja, goedemorgen Mark. Kijk, goedemorgen, zie je. Digitalisering is mooi, maar er moeten alle stekkertjes er wel in zitten. Richard, kan jij jezelf even voorstellen en ook de digitaliseringsvisie van DSM met ons delen? Ja, dat doe ik graag. Ja, zeker. Nou, hartstikke mooi dat ik wat kan vertellen over DSM en digitalisering. Dat is belangrijk voor ons bij DSM. Ik werk zelf 30 jaar bij DSM, over de hele wereld gewerkt. Nu in het hoofdkantoor in DSM in Heerlen, maar heb ook in de Botlek gewerkt. En naast dat ik bij DSM werk, ben ik ook lid van de adviescommissie van iThings. Dus in die zin heb ik daar ook nog een kleine rol. Ik start de presentatie en... Ja, digitalisering is echt key in operations voor DSM. Dus als het gaat om het bereiken van onze businessdoelen, dan is digitalisering echt kritisch in het bereiken van die doelen. Als het gaat om safety, health, environment, maar ook om operational excellence en value generation.
Nou, wat DSM? DSM is een bedrijf wat gigantisch getransformeerd heeft over de afgelopen 100 jaar. Waar we nu echt een voedingsmiddelen- en ingrediëntenbedrijf zijn. Wat de grootste producent is van vitamine op deze wereld. En daarnaast ook omega-3, enzymen, et cetera. En dat zie je ook zeg maar in onze sales. Ongeveer 10 miljard sales, waar het grootste gedeelte in animal and human nutrition is. We hebben nog gedeeld materials, dat zijn we stap voor stap aan het divesten. En we groeien verder in animal nutrition en human nutrition. Als je kijkt naar onze footprint, die is over de hele wereld. We hebben ongeveer 120 verschillende fabrieken. Een groot gedeelte van daarvan staat ook in Azië. We hebben een grote footprint in Europa, maar ze zijn eigenlijk gewoon aanwezig over de hele wereld. En in die zin is digitalisering ook een belangrijk instrument om te harmoniseren over onze verschillende productieassets over de hele wereld. Als je kijkt zeg maar outside in voor DSM Operations, hebben we eigenlijk twee typen fabrieken. We hebben onze zogenaamde core operations. Dat zijn onze world-scale vitaminefabrieken, omega-3 fabrieken die we bestaan. Hebben daar één fabriek in de wereld voor. Dat is één fabriek voor vitamine E, één fabriek voor vitamine A, één voor B1. Dat zijn world-scale factories. En aan de andere kant hebben we een netwerk van premix facilities. Daar hebben we er ongeveer 80 van over de hele wereld. En daar proberen we regionaal te spelen. En waar we met name vitamine mixen produceren voor de hele wereld. In de core operations, wat belangrijk daarbij is gewoon echt operational excellence. Dus Industry 4.0 speelt daar een belangrijke rol. Dat is ook een gedeelte wat sterk commoditiseert. Dus waar we echt een level playing field hebben met veel competitie. Waar we ook veel M&A doen. We maken die hele portfolio shift in DSM. Dus het belangrijk daar in dat kader. Het makkelijk integreren van units is van strategisch belang voor DSM. En we hebben een aging asset base. Dat zijn niet de meest moderne fabrieken. Fabrieken zijn over het algemeen 20 tot 25 jaar oud. Dus dat speelt daar ook nog een rol. Aan de andere kant hebben we zeg maar onze customer facing operations, waar echt belangrijk is dat we klantgeoriënteerd zijn. Dat is een supply chain driven organisatie, waar we zeg maar de verschillende vitamine vanuit zeg maar al onze fabrieken mixen met andere ingrediënten. En zeg maar customer delivered packages maken voor onze klanten. En in die zin, daar is de focus veel meer op end-to-end transparantie. Zeker als je kijkt naar wat zeg maar de consumer-industrie al doet. Als je kijkt naar de bol.coms en de Amazon.coms. Dat hele transparantie, de verwachting van de klant om op elk moment te weten waar zijn productieorder is, wanneer dat product geleverd wordt, et cetera. Het is extreem belangrijk. Nou, we passen bij ons zeg maar digitalisering in de totale operation excellence strategie. En er zijn vijf elementen belangrijk voor DSM. En je ziet eigenlijk is alles powered by digital. Dus wij zeggen van wat wij willen graag in continuous improvement. Dus dat iedereen een rol heeft in continuous improvement. Dat zijn niet alleen de engineers of de managers in een fabriek, maar eigenlijk iedereen. Dus iedereen moet daar een rol in spelen. En om daar een rol in te kunnen spelen, hebben met name mensen op de shopfloor gewoon meer visibility nodig, meer data nodig. En moeten ze ook een andere rol krijgen dan puur transactioneel. Dus dat zijn we daar aan het veranderen. We zeggen One DSM, heel belangrijk voor ons. Met een grote asset base van 120 fabrieken, met bijna 12.000 man in operations, is het heel belangrijk dat we op één manier proberen te werken. En dat we met name onze best practices over onze sites doorzetten en ook naar onze recente acquisities. Nou, dat doen we door te standaardiseren en te simplifieren, dus te vereenvoudigen. En dat doen we met name door digital tools. En die digital tools die liggen vooral op het operationele vlak. En dat betekent dat we onze workflows, onze arbeids- of onze werkprocessen die we hebben, dat we die proberen te digitaliseren. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld ons permit-to-work proces, dus het werkvergunningsproces. Dat hebben we wereldwijd gestandardiseerd.
Dus iedereen kijkt naar dezelfde data, naar hetzelfde proces, die heeft dezelfde tools daarin. En op die manier hebben zeg maar dat hele proces gestandardiseerd en dus ook compliant gemaakt voor al onze fabrieken wereldwijd. Nou, wat dan gebeurt is, je krijgt dan full data transparency. En wat we nu zo'n werkproces bijvoorbeeld gestandardiseerd, of dat de shift handover is, of bijvoorbeeld in dit geval permit to work. Dat genereert data. Dat genereert data voor de mensen on the shop floor. Heel belangrijk, omdat ze daarmee een rol kunnen spelen in de verbeterprocessen. Maar anderzijds, ook op globaal niveau, krijgen we ontzettend veel data en kunnen we starten met analytics. Dus voor ons een van de dingen is, we praten eigenlijk over automation at scale. Al onze fabrieken moeten geautomatiseerd worden. Maar anderzijds zeggen we ook analytics at scale. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat we datatransparantie hebben rondom alle werkprocessen. We kunnen precies zien waar wij onze confined space entries hebben, hoeveel we die hebben per plant, welke plants de hoogste confined space entries hebben. Dan kunnen we ook een dialoog met die fabrieken hebben om dan te kijken wat we daaraan kunnen doen, in hoeverre we daar robots en drones kunnen toepassen. Je krijgt dus een echte dialoog over verbeteringen op een ander niveau. Nou, heel belangrijk in deze journey is natuurlijk het hele change management. Er zijn twee elementen van change management. Dat is één is de standaardisatie. Dat is altijd een lastig fenomeen. Dat betekent dat elke fabriek zijn eigen baby voor een deel moet opgeven. En dat doen we namelijk door co-creation. Aan de andere kant, als je kijkt naar de competence development, moeten onze mensen meer digital savvy gaan worden. En dat betekent dat we niet kiezen voor het installeren van digitale specialisten, maar we kiezen ervoor om onze mensen op een ander niveau te brengen, zodat iedereen een digitale specialist wordt. En dat doen we door middels van een DSM, Digital Academy, die we ontworpen hebben. En waar mensen dan verschillende levels kunnen halen. We hebben de Yellow Belt principe, de Green Belt en ook de Black Belt principe. En zoals we veel doen rondom zeg maar, het hele competence management in DSM. Nou ja, zoals ik al zei, als je kijkt naar de strategie, is die relatief simpel. En die proberen we ook zo simpel mogelijk te houden. Het gaat hier niet om de nieuwste gadgets de fabriek in te rijden. Maar waar we echt op focussen is op het genereren van value. En het genereren van value, zeggen wij, dat begint op de shopfloor. De mensen die bepalen hoe de safety performance is, of de kwaliteitsperformance, of de hele operational excellence performance. En dat wordt bepaald uiteindelijk op de shopfloor. Dus hoe meer wij onze shopfloor employees verbeteren, zeg maar, en ondersteunen met digitale tools, hoe meer zij een andere rol kunnen hebben, hoe meer efficiënt zij kunnen werken. En uiteindelijk bepaalt dat dan de totale performance van de company. Nou, dat doen we door een aantal dingen. Enerzijds door het standaardiseren van workflows. En we focussen daar op vier core functions in DSM. Vier type medewerkers. Eén is de operator. De maintenance technician is de tweede. De laboratory technician. En de derde is de logistics employees. En dat zijn de vier core elementen waar we zeg maar, naar de werkprocessen kijken en die zoveel mogelijk proberen te digitaliseren stap voor stap. En we doen dat met name met de medewerkers. En dus we gaan er niet vanuit de ivoren toren dingen designen, we doen dat echt met de medewerkers zelf. En zoals ik al zei, bijvoorbeeld een van de dingen die we recent gedaan hebben is het digitaliseren van de hele shift handover. En zeg maar de cockpit van de operator naast het DCS, daar hebben we aardige stappen in gemaakt. Nou, vervolgens bouwen we zeg maar full transparency. Dat doen we door middel van een infrastructuur. Dus we hebben een bepaalde infrastructuur gekozen in onze plans rondom digitalisering. Daar praat je dus over wifi, maar ook IoT wifi, wat er iets anders uitziet dan zeg maar de standaard office wifi. De tablets die hebben we voor een groot gedeelte gestandardiseerd over de hele wereld. Maar wat we ook doen, zeg maar, we kijken naar de data flows. Dus we praten over de operations data layer. Is nu een project wat we volledig standaardiseren. Dat we elke plant een standaard operations data layer willen hebben. En waar alle data naar binnen float als het ware. En waar je zeg maar, de eerste analytics kan doen op basis van die data op de operations data layer. Dan advanced analytics uiteraard, zoals gezegd. Daar gebruiken we ook statistische modellen en advanced modellen. Capability building en dus de hele digital infrastructuur. Nou, kijk naar wat voorbeelden daarvan.
Je ziet hier een paar van, hè, dus die zeg maar, een aantal van de dingen die werken op, zeg maar, in de office environment, de andere op tablets en op iPhones. Allemaal edge-proof uiteraard, hè, als het de fabriek ingaat. En een van de voorbeelden die ik graag wil laten zien is zeg maar de digital workflow rondom maintenance. En wat we zeg maar historisch deden en zeg maar in het verleden deden, werkten wij allemaal met papier in de fabriek. Hè. Als wij ergens hebben een SAP-systeem staan, dat hebben we globaal gestandardiseerd. Dan doen we een print-out. Dan krijgt een maintenance technician krijgt een work order mee. Die gaat de plant in, die gaat daar eens kijken en die zegt van, goh, ja, oké, wat moet ik nou doen? Daar heb ik die en die spullen voor nodig. Die loopt dan terug naar de werkplaats, haalt de spullen op en gaat vervolgens weer aan de slag. En gaat van daaruit weer terug naar de werkplaats, om uiteindelijk dan achter de PC te zitten om de error codes van de storing in te vullen en het gebruikte materiaal te registreren. Nou, dat gebeurt nu allemaal op een tablet. En onze maintenance technicians zijn razend enthousiast erover, want ze hoeven niet de hele tijd heen en weer te lopen. Tweede is, we praten over inzicht, wat heel belangrijk is. Kunnen ze op een tablet gewoon zien, bijvoorbeeld, ik moet die pomp repareren. Je kan ook de laatste drie storingen bekijken en zeggen, wat heeft de vorige technician gedaan? En wat moet ik dit keer anders doen? Of wat moet ik dit keer herhalen om dat vervolgens te doen? Vervolgens kan dan vanuit de werkplek kan dan de materialen besteld worden. Die kunnen dan klaargezet worden op een afhaalpunt. En dat betekent dat we mensen niet meer heen en weer hoeven te lopen. En vervolgens, zeg maar, als de werkopdracht klaar is, kunnen de storing codes kunnen snel ingegeven worden voor later reliability engineering. En vervolgens komt de volgende work order op het scherm en kan de persoon naar de volgende job toe. En daarmee hebben we uiteindelijk 20% aan hands-on tools verbeterd, aan efficiëntie van de maintenance technician. Maar niet alleen dat, we zien ook gewoon dat onze storingsmeldingen gewoon beter gerepareerd worden, omdat mensen meer inzicht hebben. En tweede zien we ook als een effect, hè, dat de reliability engineers veel makkelijker data krijgen rondom dit hele fenomeen. Nou, nu zijn we gestart ook met analytics. Om te kijken van hoe kunnen we die processen verder verbeteren. Zeg maar op plantniveau. Dus je krijgt heel veel informatie waar je dan weer analytics en advanced analytics op kan doen. Nou, het tweede voorbeeld is, hè, als je dus die werkprocessen gaat standaardiseren, want dat is onze focus, dan krijg je dus heel veel data, zoals ik zei, via de verschillende data platforms. We gebruiken het platform, zeg maar, op plantniveau. Het Operations Data Layer noemen we dat. We gebruiken een platform op globaal niveau. We gebruiken daar Amazon Cloud voor. En vervolgens doen we dan, zeg maar, analytics en doen we ook de hele dashboarding. En die dashboarding is hier een voorbeeld van. Dit doen we in Power BI, dat is onze standaard in DSM. En hier zie je eigenlijk live de greenhouse gas emissions van onze plants wereldwijd. Maar je ziet ook aan de linkerkant in de kolom, zie je daar performance rondom safety, een globale safety database. En als ik dus bijvoorbeeld naar de executive committee ga, maandelijks om onze safety performance van DSM te rapporteren, dan deed ik dat vroeger. Moest ik iedereen bellen om de data te hebben. Nou, tegenwoordig kijk ik gewoon naar het dashboard. Ik kopieer die dan nog in een PowerPoint, omdat onze executive committee nog graag met PowerPoints werkt. Maar eigenlijk kunnen we dat compleet live doen. En het werk wat we vroeger hadden, hè, om zeg maar data bij elkaar te krijgen, wat misschien 2 dagen duurde, alles bij elkaar. En dat is nu zeg maar een 5 minuten activiteit. We hebben daar enorm veel transparantie mee gecreëerd. En daarmee ook zeg maar focus aan waar we moeten verbeteren rondom onze performance. Hè. Of dat nou in safety is, in people, in cost, environment, quality of delivery of productivity. De transparantie is op die manier gecreëerd. En dat zijn de dingen die we op dit moment aan het doen zijn binnen DSM. Het is zeg maar een super exciting journey, hè, die we aan het doen zijn. Waar we verschillende stadia hebben in onze productieplants. Zeg maar, als het gaat om het permit-to-work proces, hebben we nu 80 van de 120 sites uitgerold. De maintenance tablet op 20 van de 120. En zo pakken we iedere keer weer een stap in deze journey. Dat was mijn verhaal. En dan over naar vragen. Richard, dankjewel. Een heel inspirerend verhaal en ook een heel breed verhaal eigenlijk. Je gaat de hele wereld over.
om bepaalde doelen te bereiken. Dan heb ik uit de chat heb ik twee vragen. Waar heeft dit nu de meeste impact? Want je bent eigenlijk op vele borden aan het schaken en het verschil aan het maken. Je liet ook zien dat het hele dashboard gaat van greenhouse emissions tot maintenance. Waar zie je het snelste of het meeste impact van deze digitalisering en zeker ook standaardiseringsslag? Ja, nou, we zijn begonnen met safety. Daar hebben we zeg maar, in de afgelopen 2 jaar 30% verbetering gezien in het aantal vermindering van het aantal ongevallen in DSM. Dus dat hebben we met name door de standaardisatie en standaard aanpak in safety, maar ook door de transparantie die we gecreëerd hebben, gerealiseerd. Anderzijds wat wij doen rondom zeg maar operational excellence, wij meten het aantal verbeteringen wereldwijd. Dat deden wij al, dat deden wij zeg maar in Excel-files, dat doen we nu in een global app, zoals een van de vele apps die we nu hebben. En we hebben zeg maar pak een beetje 20% verbetering in continuous improvement en dus ook in value generation. En dat telt gewoon uiteindelijk bottom line. Dus bottom line, door digitalisering zien wij zeg maar year on year 20 miljoen euro verbetering in het realiseren van continuous improvement ideeën. Dus in die zin zeg maar heel veel. Ik denk er zijn ook zeg maar dingen die niet meetbaar zijn. Dat is met name zeg maar de people engagement op de shopfloor. De mensen krijgen echt een andere rol. En die gaan veel, veel meer van taakoriëntatie naar echt analyses. En mensen, ja, als je gewoon praat met de operators en de shift leaders op de shopfloor, die zijn die gewoon enorm enthousiast. Ze hebben een ander beeld van de wereld. Vroeger was alles verborgen en hadden eigenlijk zeg maar de engineers en de managers de macht, want die hadden de informatie. En nu is de informatie gewoon op de shopfloor. Je ziet gewoon dat mensen betere keuzes maken. En dat is heel moeilijk om dat te meten. Maar dat effect, menen wij, is erg groot. En dat is ook vandaar dat wij ook gekozen hebben om met name rondom de werkprocessen te werken. En niet zoveel op het, zeg maar, het gadget niveau. We willen echt structureel verbeteren daar waar het zin heeft. Daar waar wij zeg maar, in het end-to-end proces van het sourcen van raw materials uiteindelijk tot het product afleveren bij de klant. Ja, dat is wel een mooie brug naar de tweede vraag. De mensen op die shopfloor, die moeten met die technologie aan de slag kunnen. Die hebben wellicht nog wat oudere systemen draaien, of in ieder geval oudere installaties, waar je nog niet op 4.0 niveau zit, maar wat wellicht nog op 3.0 zit. Ik weet niet hoe ver dat bij jullie integraal geautomatiseerd is, of wanneer je een acquisitie hebt gedaan wat daar het automatiseringsniveau is. Hoe zorg je dat? Hoe hou je die mensen breed opgeleid, zodat ze zowel de installed base kunnen beheren als om kunnen gaan met die nieuwe technologieën? Want ja, technologisch kan er wellicht van alles, maar die mensen moeten het doen. Ja, absoluut. En ja, goed, dus daarvoor hebben we onze Digital Academy. Dus we willen dat iedereen in operations, al onze 12.000 medewerkers, een yellow belt hebben op het gebied van digital. We zeggen, het is gewoon onderdeel van de rol. Je kan net hetzelfde als je, ja, tegenwoordig iedereen moet een smartphone kunnen bedienen. En zo moet iedereen ook zeg maar de digitale apps kunnen bedienen bij DSM, die bij zijn of haar rol horen. Uiteraard is er een groot verschil en dat zien we met name in China. We hebben een aantal plants die weinig geautomatiseerd zijn en we proberen daar eigenlijk een stap te maken. En misschien hebben we daar wel een jumping start, want je kan eigenlijk alles opnieuw designen. En dan krijg je een andere oplossing dan de traditionele. Ten derde wat je ziet is, met name voor jonge mensen, als we jonge mensen willen binnenhalen in onze plans, is dat eigenlijk de verwachting. De verwachting is dat de wereld meer digitaal is. En soms merken we gewoon in die plans, waar we nog niet op het niveau zijn waar we willen zijn, dat mensen ook teleurgesteld zijn. Dus ook voor attractiveness van nieuwe medewerkers is dat kritisch. Maar het changeproces is heel groot. Eigenlijk op twee elementen. Enerzijds de mensen zelf die het moeten bedienen. Alhoewel we daar weinig problemen zien. Dat we echt enthousiast zijn over het algemeen. Het grootste probleem is wat mij betreft in het management. Ja, dus het feit dat wij gewoon zeggen nu binnen DSM. We gaan voor één standaard. Dat heeft heel wat voet in de aarde gehad. En de truc die we daarvoor gebruiken is co-creation. Ik roep dan altijd tegen alle operations leaders van de verschillende businessgroepen in DSM. Het maakt niet uit wat jullie kiezen. Jullie kiezen. Maar wat we kiezen één oplossing. En die gaan we digitaliseren. En die gaan we implementeren. En die drijven we helemaal tot het einde. Nou, dat commitment hebben we nu met elkaar bereikt over de afgelopen
2 jaar. Hè, en dat is nu eigenlijk een geaccepteerd feit. Maar voordat we daar waren, heeft dat heel wat voet in aarde gekost. Ja, ik kan me voorstellen. Nou, tot nu toe een schitterend resultaat behaald. En we houden graag ook met jou contact om ook de voortgang te zien. En kijken of we daar nog dingen van kunnen leren. En ik wil je heel erg bedanken voor je keynote. En ik wil nu de overstap maken naar de pitches. Die wellicht voor jullie of voor andere partijen de volgende stap naar digitalisering en automatisering kunnen betekenen. En daarvoor geef ik graag het woord aan Kira. Goedemorgen dames en heren, ook namens mij. Welkom bij de innovatie kick-off. We gaan zo starten met de 4 pitches waar Mark het al even over had. Nog heel even kort iets over de chatfunctie, want als u dit event in het volledige scherm kijkt, dan ziet u die chatfunctie niet. Druk op escape en dan komt u in de YouTube modus en daar kunt u tijdens de pitches ook uw vragen stellen. En daar, na afloop van de pitch gaan we daar direct met u op in. Ik ga snel door naar de eerste pitcher. Dat is Peter Bouwman van Belt Batenburg Automation. Peter, zou jij je camera en microfoon aan kunnen zetten en je scherm kunnen gaan delen? Volgens mij ben je in beeld. Ben ik hoorbaar? Wij horen je. En we zien je presentatie ook. Nog even in de presentatiemodus. Ja, hij komt eraan. Moment. Perfect, we zien hem. Ja, nou, wat volgens mij erg mooi aansluit op het verhaal van DSM. Voor DSM-achtige bedrijven implementeren wij als Belt MES en OEE oplossingen. Daar wilde ik het even over hebben. Wat is MES? MES is wat we noemen Manufacturing Executing System. En is een hogere automatiseringslaag in die automatiseringspyramide. En een onderdeel daarvan is het OEE, het Overall Equipment Effectiveness. En dat is eigenlijk de mate waarin equipment doet wat je ervan mag verwachten. Dat is eigenlijk OEE samengevat. MES zit dus, zoals ik zei, in de automatiseringspyramide tussen ERP en een SCADA DCS. Een piramide die wij als Belt helemaal beheersen. En waarbij OEE als onderdeel van MES een analyse tool is om die equipment performance te meten op het gebied van beschikbaarheid, performance en kwaliteit. En dat levert dan je waardevolle operating time levert dat op. Die uitdagingen bij de implementatie van OEE zijn vooral het verzamelen van data. En operators staan erin centraal, wat ik in het verhaal van DSM ook zag. Wij kunnen heel veel data uit het DCS-systeem trekken. Belt heeft een hele moderne, modulaire cloud-oplossing. Belt heeft als DCS-procesbesturingsspecialist toegang tot bijna alle DCS-data. En we hebben als Belt jarenlange MES-ervaring bij grote klanten. DSM-achtige klanten die wereldwijd productieplans hebben. Die moderne, modulaire cloud-oplossing noemen wij Quadram. Modulair concept waar OEE onderdeel van is en waar de operator centraal staat. En wij noemen dat operator empowerment. Het is een integratie van een globale cloud oplossing en lokale systemen die data uitwisselen. Het is platform onafhankelijk. Het is offline bruikbaar en alle opties van smart devices zijn ook bruikbaar. Het maakt connected comparison mogelijk. Waarbij je in alle plans wereldwijd de OEE performance meet en kunt benchmarken. Het is dus een uitbreidbaar framework voor toekomstige requirements. Je hebt dashboards en analyse tools beschikbaar. En het is wat wij noemen connected factories. Het geeft inzicht in uw productie. En dit zijn de klanten, is een greep uit de klanten die wij bedienen met dergelijke oplossingen. Dit was het verhaal van Belt. Mocht er belangstelling voor zijn, dan hoor ik het graag. We werken nog niet voor DSM, Richard. Dus als wij een bijdrage kunnen leveren, dan dankjewel, hoor ik dat Peter. Graag.
Mooi ook je overloopje naar DSM. Ik zag op je sheet heel veel hele grote bedrijven. Hè? Werken jullie ook voor MKB of is het echt alleen voor de enorme grote bedrijven? Kan je daar nog iets over zeggen? Ja, ik kan je horen, Kira. Het is zo dat we inderdaad ook wel wat MKB bedienen. Maar de bulk van onze klanten zijn toch de grote corporates. Ja. De grote corporates, inderdaad. Ik heb op dit moment nog geen vragen voor je binnen. Dus ik ga even door naar de tweede pitch. Mocht er nog een vraag binnenkomen, dan kom ik nog even bij je terug. Ja, prima. Patrick Kools, Yokogawa is de tweede pitcher. Patrick, zou jij je microfoon en camera kunnen delen en je presentatie presenteren? Goedemorgen trouwens, dankjewel Kira. Ik zal even de presentatie neerzetten. Zie je het nu? Ja, wij zien je presentatie. Nog even in presentatiemodus. Ja, mag ik van start? Yes, jij mag van start. Oké, okay. Nou, goedemorgen, dankjewel Patrick, voor de presentatie. Patrick, zou je nog heel even kunnen wachten, want ik hoor van de techniek dat je er nog niet bent. Oh, oké. Okay. Nu wel? Ik wacht nog heel even op een seintje. Volgens mij komen nu. Ik zie dat er geknikt gaat worden. Als je nog even, ja, je mag van start, Patrick. De 3 minuten gaan in. Dankjewel, Kira. En ook dankjewel, Richard, voor een hele mooie presentatie. Mijn naam is Patrick Kools. Ik ben de Europese Consultant Manager Advanced Solutions van Yokogawa. En waar ik het over wil hebben is, ik vond het een heel goed verhaal van DSM. Maar ik wil de industrie in West-Europa ook uitnodigen, want mijn vraag is, hoe blijft onze industrie eigenlijk meedoen met de wereldconcurrentie? En de reden waarom ik dat zeg is dat Yokogawa heeft recentelijk een wereldwijde survey gedaan in bedrijven en gekeken naar hun investeringsambities in nieuwe technologieën over de komende jaren. En wat ons opviel is dat voor zowel 2023 als 2030 West-Europa qua ambitieniveau echt wel achterblijft op de andere regio's. En dat terwijl we ook zien dat, laten we als voorbeeld nemen de recente of de huidige COVID-crisis, dat daar aangetoond wordt dat er toch wel een erg grote behoefte en mogelijkheid is om bijvoorbeeld meer autonomie in de automatisering van de plans in te brengen, om daarmee meer remote operations en ook werkenveiligheid mogelijk te maken. En we zien dan ook dat dat erg hoog op de agenda staat bij veel van onze klanten. Tegelijkertijd wat we ook zien, en dat liet Richard net ook zien, is dat klanten echt heel actief op zoek zijn naar het toepassen van digitale technieken in alle aspecten van hun operaties. En dat gaat in de hele waardeketen, van supplier naar customer. Hoe kunnen we daar meer transparant in zijn? Hoe kunnen we daar slimmer in zijn? Maar ook in de hele levenscyclus van de assets. En dat is voor grote plans en dat is ook voor kleine plans het geval. Klanten over de hele wereld zijn op zoek naar de toepassing van digitale technieken. Yokogawa ziet dan ook een beweging in de richting van een volledig digitale plant. Waarbij, zoals ook Richard in zijn verhaal heel goed aangeeft, de rol van de operator sterk zal veranderen en de plant steeds meer in staat zal zijn om ook wellicht eigen beslissingen te gaan nemen en veel processen autonoom lopen. Dat is dan ook de visie van Yokogawa. Onze visie is dat de industrie beweegt in de richting van autonome operaties, waarbij de rol van de mensen steeds anders zal worden en er steeds meer digitale en analytics technieken toegepast gaan worden. Yokogawa heeft daarvoor een vrij uitgebreide roadmap, want wij geloven dat de ontwikkeling in de richting van autonomie niet gaat om de toepassing van gadgets en losse technologieën, maar dat dat echt een stap-voor-stap proces is waar je in de hele operaties daarheen moet lopen en Yokogawa kan klanten daarin ondersteunen. We hebben recent een artikel geschreven in het Financieel Dagblad, wat downloadbaar is. En er is ook een e-book beschikbaar over digitale transformatie, wat ook gedownload kan worden door iedereen. Dank jullie wel. Patrick, dankjewel voor je pitch. Mooi ook binnen 3 minuten, heel goed gedaan. Ik heb nog geen vragen binnen op de chat, maar ik was zelf wel even benieuwd. Als jullie gaan starten bij een bedrijf, wat is dan het eerste wat je aanpakt bij een klant?
Nou, het eerste wat we eigenlijk aanpakken bij een klant is dat we, we hebben als Yokogawa recentelijk, we zijn echt uitgebreid en hebben een vrij brede consulting divisie, dat is mijn stuk. En wat wij eigenlijk vooral aanpakken is dat we een goede alignment gaan creëren tussen de werkelijke visie waar de klant mee bezig is en de technologie. Dus we gaan niet beginnen met de gadgets en de technologie, maar werkelijk met de visie en de werkproces. En we gaan van daaruit een plan maken om stap voor stap de digitalisering ook daadwerkelijk te kunnen borgen. Dankjewel, Patrick. Ook nog. Ik zie nog even weer geen vragen, geen probleem, maar daar gaan we, kunnen we altijd later nog even op teruggaan. Ik ga door met de derde pitcher, dat is Casper Huisman van Reliability Solutions. Casper, zou jij je scherm kunnen delen en je microfoon aan kunnen zetten? We wachten even op de techniek. Ik zie al wat gebeuren. Ja, Casper, je bent in beeld. Kan je wat zeggen? Ja, ben ik hoorbaar? Ja, je bent hoorbaar. Je kan van start. Oké, perfect. Mijn naam is Casper Huisman en ik werk voor Reliability Solutions. En wij hebben een digitaal platform ontwikkeld voor predictive maintenance. En misschien voor de mensen die wellicht iets minder bekend zijn met predictive maintenance. Er zijn eigenlijk verschillende soorten van onderhoud. Dus links onderaan wat te zien is eigenlijk het standaard onderhoud, dus non-predictive. Dus dan kijk je naar wat zegt een onderhoudsschema en dan gaat de monteur daar naartoe. Dan gaan we naar het groen gemarkeerde gedeelte en dan begint het met monitoring. En eigenlijk betekent dat dat dan de aanleiding tot de storing al gebeurt, maar dan grijp je in voordat het erger wordt. Dan ga je naar predictive maintenance, dan ga je daadwerkelijk voorspellen. Dus wat gaat er gebeuren en dan gebaseerd op onze algoritmes en modellen kunnen we voorspellen wanneer er een mogelijke storing op gaat treden. En prescriptive, dan is het niet alleen het voorspellen, maar dan kunnen we ook zeggen, wat moet je eraan aan doen om te voorkomen. Ja, en het digitale platform wat wij aanbieden, kan al deze verschillende vormen aanbieden. En omdat we het hebben over software, dacht ik ook, misschien is het goed om een paar screenshots te laten zien van wat het platform dan daadwerkelijk is, want het is meestal toch een beetje ontastbaar. En wat we zien op de slide is eigenlijk verschillende niveaus, dus zowel op totale fabriekniveau, als naar de machine, als naar component of subcomponent niveau, biedt het platform de mogelijkheid om een dashboard te geven. En daarin eigenlijk alle assets te laten zien met daarbij ook een gezondheidsscore. En zoals gezegd ook bijvoorbeeld acties die ondernomen moeten worden. Nou, wat maakt ons dan uniek? Allereerst omdat er voor onze oplossing geen hardware nodig is. Dus wij kunnen gebruik maken van de bestaande sensorinfrastructuur. Een snellere uitrol van het systeem, omdat de modellen automatisch gecreëerd kunnen worden. Hogere precisie, betere integratie en schaalbaarheid. En dat alles dat leidt tot aanzienlijk lagere opstart- en installatiekosten. Ja, dan ook voor ons een aantal klanten om te laten zien. Maar nou, los van de kleinere en ook hele grote namen die jullie hier zien. Denk ik ook een belangrijke link naar wat Richard Oosterhoff van DSM zojuist zei. Dus uiteindelijk gaat het om de waarde. En dat is ook wat we onderaan zien in de quote die we laten zien. Onze klanten die wij hebben, die hebben letterlijk miljoenen euro's kunnen besparen per jaar. Of miljoenen euro's aan extra omzet kunnen genereren door het gebruik te maken van ons platform. Dan naar de laatste slide. Allereerst wat jullie hier denk ik kunnen zien is dat wij druk bezig zijn om onze locaties, maar ook onze klanten uit te breiden. Maar wat mij betreft misschien nog wel het belangrijkste is wat we rechts onderaan kunnen zien. Dus die awards die we krijgen, waarbij wij nou, heel recentelijk heel trots zijn dat wij 2 weken geleden zijn toegelaten uit heel veel aanmeldingen voor het Cross Europe 2020 platform. En daarin worden slechts de 25 Europese machine learning en artificial intelligence startups toegelaten in het Accelerator Program. Dus daar zijn we heel blij dat we daar nu aan mee kunnen doen. Bedankt voor de aandacht. Dankjewel Casper voor je pitch. Er is ook een vraag binnengekomen van mijn collega Mark. Hij geeft aan hoeveel historie van data hebben jullie nodig om met jullie product aan de slag te gaan bij jullie klanten? Goeie vraag. En, nou ja, zoals onze engineers dan zouden zeggen, dat hangt er helemaal vanaf wat de klant wil. Dus zoals ik aangaf, bieden wij eigenlijk verschillende gradaties bieden wij aan. In de meest basale vorm heb je eigenlijk geen historie nodig, want dan ga je puur meten wat er nu actief zeg maar, aan voor
aankondigingen gebeurt. Maar op het moment dat je wel daadwerkelijk wil gaan voorspellen, dan zal je in principe, ja, zal je afhankelijk van ook hoe precies ze willen hebben, kan je het hebben over enkele weken aan data. Maar typisch zou ik het zo antwoorden, dat je eigenlijk 3 datapunten nodig hebt. Dus je hebt iets nodig om, als startpunt, dan hebben we een datapunt nodig om het model op te bouwen, en een 3e datapunt om daadwerkelijk het model te controleren. Oké, dankjewel. Helder ook. Daarnaast nog heel even iets over de business case. Kunnen jullie klanten ook de waarde van die digitaliseringsoplossingen uitleggen? We zitten in een vrij traditionele industrie. Kunnen zij daar wat mee met de oplossingen die jullie bieden? Ik zou zeggen ja, maar dat is ook inderdaad, is dat uiteindelijk het belangrijkste wat wij kunnen doen. Dus ook daarin wat Richard zei, het gaat niet zozeer om de gadgets, maar het gaat erom kunnen uitleggen wat de waarde is. Dus eigenlijk zijn de belangrijkste gesprekken die wij hebben, zijn de return on investment. En dat is dan afhankelijk van, ja, of het gebeurt dus op uptime of misschien minder uitstoot. Ik durf te zeggen, ja, dat kunnen wij. Ook gebaseerd op de projecten die we al gedaan hebben en onze modellen, dan kunnen wij vrij precies voorspellen wat de besparing of de extra omzet zal zijn. Oké, dankjewel Patrick. Na afloop van deze hele week, Innovatieweek, sturen wij een terugblik met alle pitches die zijn gegeven. Dus als u vragen heeft aan Patrick, dan kunt u hem ook via die terugblik straks nog mee in contact komen. We gaan nu door met de 3e pitcher, de 4e pitcher alweer. Dat is Richard Schouten van PSPL. Richard, zou jij je camera en microfoon aan kunnen zetten en je scherm kunnen delen? Ja, ben ik mee bezig. We zien je in beeld. Althans, ik zie je in beeld. Ja. Je hebt presentatie. Ik moet naar mijn volledige scherm gaan, want mijn venster doet het weer eens niet. Oh, dat is jammer. Maar de techniek staat voor niks tegenwoordig. Volgens mij gaat hij goed. Hij is nu te zien, hopelijk. Ja, wij zien hem. Dus je mag van start. Goed, ik ben Richard Schouten van PSPL. We werken samen met CGI op het gebied van, we noemen het SME, Smart Manufacturing Infrastructure. En wij hebben als doel om de industrie te ondersteunen in de digitalisering en de industrie meer sustainable te maken. En ons idee is geboren op Gemmelot. Daar hebben we ooit eens 14.000 LED-armaturen geïnstalleerd. En die branden nog steeds fantastisch. En we zijn al daar heel lang bezig met een stukje digitalisering. En met alles wat ik heb gezien tot nu van alle platformen en alles wat uit de fabrieken moet komen, heb ik ook gemerkt dat om goed te digitaliseren en goede algoritmes en predictie te kunnen doen, heeft met name de brownfield-industrie een gebrek aan sensoren en datapunten. En zo is het de opvatting gekomen om iets te ontwikkelen wat de industrie echt gaat helpen. En wij hebben daarom een LED-armatuur ontwikkeld, ATEX gecertificeerd. En wat bijzonder is aan deze LED-armatuur is dat wij daar een netwerk in hebben gedaan, gebaseerd op Bluetooth, maar dusdanig gemodificeerd dat we tot 4 miljoen devices kunnen koppelen en het een mesh-netwerk is. En als we een infrastructuur inleggen in het LED-netwerk en de verlichting gaat vervangen worden door LED zometeen, dan heb je automatisch die hele infrastructuur in je fabriek liggen. Daarnaast hebben we ook naar de LED-verlichting zelf gekeken. Dus het is zeer energiezuinig. Het heeft een hogere zuinigheid dan andere verlichting. Het nadert daglicht, dus het is echt perfect licht. Het is ook samen met de operators in de verschillende fabrieken ontwikkeld. En zoals ik al zei, zitten we met ATEX Zone 1 op dit moment. En ons volgende product daarvan, dat komt richting ATEX Zone 0. Maar ook voor de ondergrondse mijnbouw geschikt en de food en pharmaceuticals. Ons LED-licht heeft meer sensoren dan de gemiddelde pomp tegenwoordig. En dat hebben wij gedaan omdat we ook een hele lange levensduur kunnen garanderen daarmee. Wij sturen echt met de LED-verlichting, met de sensoren, om ervoor te zorgen dat we die 15 jaar levensduur kunnen gaan halen en garanderen. Nou, wat is een voorbeeld daarvan? Light on demand. Dat is typisch van ons uit. Dus wij willen graag dat daar licht is waar het nodig is. En daarvoor hebben wij die infrastructuur nodig. Maar als die infrastructuur er eenmaal is, dan kan je ook automatisch daar sensoren op gaan koppelen. En wat hebben wij dus voor elkaar gekregen? Wij kunnen 95% van de lichtenergie reduceren. Het is zichtbaar voor de omgeving, dus het licht uit in de fabrieken
Dat is echt zichtbaar voor de omgeving. We hebben een man-down-functie hebben wij erin zitten, omdat we track and trace doen voor light on demand. Als er iets is, dan kan een persoon ook op een emergency button duwen. Het is onderhoudsvrij. Met light on demand kunnen we tot 30 jaar realiseren. En het ondersteunt jullie in de digitalisering van de fabrieken. Dat was mijn presentatie. En dank u voor uw aandacht. En deze twee personen, ik en Ralf Bisschop, zijn te benaderen voor vragen. Dankjewel Richard voor je pitch. Er is een vraag binnengekomen. Helpt de wet en regelgeving rond TL-verlichting om de integratie van jullie armaturen te versnellen? Er is een nieuwe wetgeving. Mercury, dus kwik in verlichting, dat wordt verbannen, zeg maar. Dus uitgefaseerd vanaf 2023. En vanaf 2023 is TL-verlicht of TL-buizen zijn in principe niet meer te koop. Dus op dat moment is er maar één ander type licht wat op dit moment beschikbaar is, en dat is LED-verlichting. Oké, dankjewel Richard voor deze toevoeging. Er zijn op dit moment geen verdere vragen meer. Kira, ik had een vraag gesteld in Peter, zou jij even je microfoon aan kunnen zetten? Want dan kan je je vraag even live stellen aan Richard. Ja, ik heb hem aanstaan. Kun je me horen, Richard? Ja, wij horen je. Ja. Richard, interessant verhaal. Zijn die armaturen ook voor andere dingen bruikbaar? Als je zo'n netwerk hebt, dan kan ik me voorstellen bijvoorbeeld om de lucht te snuffelen of voor camera's. Heb je daar nou gedacht? Ja, we hebben dus... maar dat zijn dan aparte sensoren die gekoppeld worden op het netwerk. Dus environmental sensoren of gasdetectiesensoren, dat kan eraan gekoppeld worden. Camera's is een hogere datasnelheid, dus dat zit niet in onze armaturen. Maar we hebben wel een oplossing voor wifi. Dus in hetzelfde vormfactor hebben wij ook wifi zitten. En daar helpen jullie als Batenburg aan mee natuurlijk. Hè? Dus jullie ontwikkelen ook onderdelen voor ons om de wifi voor elkaar te krijgen in de fabriek, om ook camera's aan te sluiten en tablets, et cetera. Ja. Ja, wij zien iets moois ontstaan in de Google Meet-omgeving waar de sprekers zitten. Ik denk dat zij achter de schermen gewoon nog even door kunnen praten. Richard, bedankt voor je pitch ook. Alle andere pitches natuurlijk ook heel hartelijk bedankt. Ik ga me hier afronden. Morgenochtend zijn we er weer om 8 uur met het onderwerp energietransitie. En ik zie u graag dan weer. Vriendelijk bedankt voor het kijken.